Ja, Jean-Paul Boetius, wat vond jij van deze wedstrijd? Ja, het is teleurstellend eigenlijk. Als je kijkt hoe we de wedstrijd hebben benaderd en op wat voor tempo de wedstrijd hebben gespeeld. We zijn in veel te laag tempo en natuurlijk speel je tegen een wat mindere tegenstander eigenlijk. En moet je dan uiteindelijk met een grotere marge winnen. Maar het is bij 1-0 gebleven en eigenlijk als je nog kijkt op het laatste, kom je nog zelfs een paar keer in het probleem. Dus je mag eigenlijk op een of andere manier mag je nog handjes dichtknijpen eigenlijk met deze overwinning. Maar ja, het is de start van het seizoen en hiervan moet je leren en meenemen naar de volgende wedstrijd komende dinsdag. Waar ligt dat eraan dat het er niet uitkomt in zo'n wedstrijd? Nee, waar het aan ligt, het is gewoon ons eigen spel. Hoe wij onze eigen mogelijkheden creëren en op wat voor manier. Als je weet dat het vooral in de as bijvoorbeeld druk is, dan moet je het via de zijkant proberen. En dat hebben we te weinig gedaan. We hebben moeilijke oplossingen proberen te zoeken en ja, dan gaat het fout. Ja, want zelfs als je niet heel goed speelt, moet je natuurlijk zo'n hoofdklasse als VOC met grotere cijfers kunnen oprollen dan met 1-0? Nee, sowieso met de grotere marge 1-0, dat is zoals ik al zei. En, natuurlijk, ja, VOC speelt natuurlijk thuis en kijk, NAD6 gaan een stapje harder rennen. Maar uiteindelijk, wij met onze kwaliteiten moeten deze gewoon eruit slepen met een grotere marge. En ik blijf het zeggen. Wat was het doel waarmee jullie het veld in waren gestuurd in deze oefenwedstrijd? Ja, sowieso geen tegendoelpunten tegenkrijgen. En ja, dat is niet gebeurd. Dus dat is wel uiteindelijk, ben je daarin geslaagd. Maar, we weten wat we kunnen en we moeten gewoon ons spel spelen en dat is vooral ritme opdoen op dit moment. En natuurlijk, elke minuut is mooi meegenomen, maar als je het met mooi spel kan doen en met goed voetbal, dat VOC moeilijk aan de bal komt en ja, dan moet je dus gewoon, alle uitvoering moet gewoon beter. Even voor jou persoonlijk, het waren jouw eerste minuten in deze voorbereiding, dat is voor jouzelf wel lekker, kan ik me voorstellen. Nee, zeker weten. Het zijn de eerste 45 minuutjes die ik heb gemaakt. Ik ben alweer 2 weken bezig en dan zijn de eerste 45 minuten toch wel mooi. En, natuurlijk voor je eerste club bij mij in de buurt, ik kom bij Rotterdam en dan is het mooi. En, ja, ik heb gewoon een paar dingen kunnen doen, mijn individuele actie gewoon gooien proberen uit te voeren. En, het balgevoel komt weer langzamerhand terug en dat is ook mooi om weer in de benen te hebben. Jij meldde je vorige week op de training, eerder dan eigenlijk noodzakelijk, hè? Waarom? Nou ja, het is gewoon voor jezelf bezig zijn. Ik denk dat je dan, uiteindelijk heb ik dan wel kortere vakantie gehad. Ik heb het pas van 3 weken gehad, maar het is gewoon voor jezelf dat je alvast kan wennen aan de spanning die je dan op dat moment uiteindelijk tegenkrijgt om kleine pijntjes tegen te gaan. Vakantie ging vervelen? Nee, dat niet. Tuurlijk, je gaat de voetbal wel missen, maar vakantie is op zich ook wel lekker. Iets heel anders, hoe kijk jij naar het WK op dit moment? Nou ja, in het begin kijk je natuurlijk met een dubbel gevoel, eerlijk gezegd, omdat je natuurlijk graag erbij wil zijn. Maar nu je ziet dat het goed gaat met de jongens, gun je het echt hard. En vooral de jonge jongens gun je het, de jongens van Feyenoord gun je het, waarmee je natuurlijk ook contact hebt. En ja, ze komen ver en morgen weer een nieuwe wedstrijd en we zullen er met een heel hoopvol gevoel naar kijken. Was in het begin echt nog wel balen van, ja, daar had ik ook kunnen staan? Nee, niet per se balen, maar het is gewoon van, gewoon het gevoel dat je er ook had willen staan. Dus ja, niet in de basis misschien, maar gewoon erbij. Dat is natuurlijk voor de ervaring heel mooi, maar uiteindelijk, ja, zoals ik zeg, je moet je eroverheen zetten en dat is gebeurd. En je gunt het ze van harte gewoon. Ik ben gewoon nu Nederlander en ik ben Nederlands supporter. Veel contact met de jongens daar? Ja, vooral met Terrence heb ik contact. Dus een maatje van me en ja, Klaas die spreken, zulke jongens. Ja, daar heb ik leuk contact mee. Ze zullen vooral ook genieten daar, hè? Nee, tuurlijk. Je zit in Spanje. Je zit in Brazilië. Je wint van grote landen. En uiteindelijk zit je aan het strand. Wat wil je nog meer? Alle Feyenoorders kijken een beetje met een dubbel gevoel naar het WK. Want hoe langer Nederland het goed doet, ja, hoe minder het eigenlijk is voor Feyenoord. Hoe zit jij daarin? Nou ja, minder voor Feyenoord. Die jongens zullen dan een korte vakantie hebben. Want ze moeten er gewoon bij zijn voor de voorronde in de Champions League. En je gunt ze die vakantie ook van harte. Dus als ze er morgen uitgaan, aan de ene kant vind ik het jammer. Omdat je natuurlijk graag ziet winnen. Maar aan de andere kant heb je ook zoiets van, ik kijk ook in het belang van Feyenoord. Omdat dat nu natuurlijk voor mij realistisch is. Je hebt al bewezen, zo'n lange vakantie is helemaal niet nodig. Nee, precies. Ik voel me goed en ik kan ergens over klagen.